Goedemorgen en welkom bij het beursjournaal van woensdag 11 februari. De Amsterdamse beurs zal vandaag licht lager openen. Nederlandse beleggers zijn net als Amerikaanse beurshandelaren sceptisch over het stimuleringsplan van Obama en het bankenplan van minister van Financiën Geithner. Vandaag zullen de aandeelhouders van Fortis stemmen over de verkoop van onderdelen van de bank aan BNP Paribas. Naar verwachting zal zo'n 20% van de aandeelhouders op de BAFA aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Volgens de Belgische krant De Tijd zal circa de helft van de aandeelhouders die aanwezig zijn tegen het hernieuwde voorstel stemmen. Het Chinese Ping An is met zo'n 5% daarbij goed vertegenwoordigd. Kijken we naar het overige bedrijfsnieuws. ArcelorMittal kwam voor beurs met de resultaten over het vierde kwartaal en geheel 2008. Het grootste staalbedrijf van de wereld heeft in het vierde kwartaal, zoals verwacht, een verlies geleden van $2,6 miljard. Dit verlies is voornamelijk het gevolg van een voorziening van $3,1 miljard die ArcelorMittal in het vierde kwartaal nam. Dan kijken we tot slot nog even naar de buitenlandse beurzen. De Dow Jones sloot gisteren 4,6% lager op 7.889 punten. Beleggers zijn onzeker over het stimuleringsplan van Barack Obama. Ze twijfelen of het plan van $838 miljard dat gisteren door de Senaat is goedgekeurd, voldoende zal helpen de kredietverstrekking weer op gang te brengen. De steunmaatregel voor de Amerikaanse financiële sector van minister van Financiën Timothy Geithner werd lauw ontvangen. Geithner zoekt $500 miljard private investeringen om slechte beleggingen uit de markt te kunnen kopen. De precieze uitvoering van het plan is echter onduidelijk. De Japanse beurs is vandaag gesloten in verband met de nationale feestdag. Andere beurzen sloten in de min. Ook Aziatische beleggers zijn sceptisch over het stimuleringsplan voor de Amerikaanse economie. Dit was het beursjournaal voor vandaag. Nog een prettige dag en graag tot morgen. On Wall Street.